We hebben hier een man van Antium in onze studio staan ondertussen. Goedemorgen. 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 Of goedemiddag. Of middag, inderdaad al. Oké. Ja, Antium, misschien een eerste vraag. Waar komt die naam vandaan? Antium is een fictief chemisch element. Ja, dat zo. Is ontdekt in Anzehem. Het is eigenlijk omdat onze repetitieruimte is in Anzehem. En er zijn verschillende chemische elementen die zijn vernoemd naar de plaats waar dat ze gevonden zijn. Dus vandaar Antium. En klinkt jullie muziek dan ook een beetje chemisch of zo? Nee, het is te zien wat je daarmee bedoelt. Ja. Maar in feite, we denken dan vooral aan radioactiviteiten. Ja. Dus vandaar denk ik dat we hier op onze plaats zijn. En er zit heel wat chemie ook onder ons. Hè. En er hangt altijd chemie in de lucht als wij op het podium staan. Okay. Mooi. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet of leren kennen? Ja, dat is wel een beetje een lang verhaal eigenlijk van verschillende vrienden die samenkomen. Maar we hebben verschillende mensen al gehad en nu zijn we in onze definitieve bezetting. Ik ben eigenlijk de laatste erbij gekomen in 2015. Ja. Ja. Maar eigenlijk de basis is Christian met Pieter en Francis, denk ik. Eigenlijk vrienden van vroeger al. Ja, en dan zijn Matthias en ik er later bij gekomen. Ja, ja. En jullie muziek is iets heel heftigs. Ja. Maar heel heftig. Het is te zien wat je gewend bent natuurlijk. Wat vinden jullie zelf iets? het is ons ding, denk ik. In elk geval is het wel zo, het klopt wel. Het is wel moeilijk om een label op te kleven. Maar. Ja, maar ik denk de dingen die altijd wel terugkomen zijn dat het energetisch is. De gitaren natuurlijk. Het is sowieso rockmuziek. En we gaan altijd voor melodie. Ja. Als je het heel kort antwoord die een klein beetje accuraat is wilt hebben, dan zeggen we punk. Maar we wandelen ook een aantal zijsteegjes in. Ja. En jullie hebben nog maar heel recent dan jullie eerste release gehad. Allee, heel recent. Voor corona. Voor corona. Net. Maar eigenlijk, als we heel die periode eventjes vergeten, hoe ging dat? Of wat is er nog kunnen gebeuren naar aanleiding van dat eerste album? Wel, ik denk toch, het begin toch van een reeks optredens. Hier in Kortrijkse toch. De Brass ging ook eventueel doorgaan bij het Singsen gebeuren. Ja. We hebben eigenlijk één optreden nog gehad na onze release in Avelhem. En dan hadden we nog een rockrally gepland hier in Kortrijk. Ja. En onze eigen release optreden dat wij hadden gepland ook in april vorig jaar. Dus dat kwam eigenlijk net te laat, zeg maar, om nog door te gaan. Nu, wij hebben nog altijd de intentie om die te laten doorgaan. Dus we hebben al te veel ideeën daar rond om dat af te voeren. Ook al is dat 2 jaar na de release. We gaan het sowieso nog doen. Ja. En heb je al plan in welke zaal dan opnieuw? Of, Wij hadden toen Jeugdhuis de Harp in Zwevenhem vastgelegd. Ja. Dus, maar goed, we gaan moeten kijken. Als we iets nieuws organiseren of dat we dat in dezelfde zaal of dat moeten we herbekijken. Ik weet ook niet in welke mate dat het bijvoorbeeld realistisch is om uit te kijken voor dit najaar. Want we willen natuurlijk ook zittend publiek, hoe leuk dat we het ook vinden voor vandaag, veel beter dan niks. Maar ik denk voor ons release optreden zouden we graag geen beperkingen op dat vlak. Ja, je zegt vanavond op in Depar of op Depar XXL. Buiten. Met zittend publiek, wat zijn de verwachtingen daarvan? Dat de mensen toch niet blijven stilzitten, hè? Op de bank dan wel, maar dat er toch wel ook. Ja. Ja, ik denk dat oké, het is natuurlijk niet hetzelfde, maar ik ben vorig jaar ook geweest naar Sound of Noise. Mm-hmm. Eigenlijk op precies dezelfde plaats. Dat was ook zittend. Dat was, als je spreekt van hevige muziek, dat is nog, nog een tikje luider. Het voelt misschien een klein beetje ongemakkelijk aan, maar een keer dat je begint te luisteren naar de muziek en je denkt er niet meer, je staat er niet meer bij stil, dan kun je daar toch van genieten. En ik denk dat geldt zowel voor het publiek als de band. Ja, ik denk dat de mensen nu zodanig zin hebben in muziek, of dat ze nu stil moeten zitten of recht staan. Well, Christian en ik, we zijn gisteravond ook al dat geweest. Dat was oké. Echt oké. Wat hebben jullie gisteren gezien dan? Idiots. Ja. En Alive erachter. Ja. Dus we hebben vrij genoten ervan. Ook al kort en krachtig. En heb je een manier gevonden om je dezelfde aan te dragen op die stoel? Beetje schuffel, nee.
Ja, en hoe hebben jullie voorbereid op het optreden? We hebben de kans gehad van twee mooie repetities te krijgen van Stad Kortrijk. Zeer goed georganiseerd, trouwens ook nog een keer vermelden eigenlijk. Dat is echt de moeite waard. En in die twee repetities hebben we terug de draad goed kunnen oppakken. En we zien vanavond, of deze namiddag... Wat het resultaat is. Ja, dus we moeten eigenlijk echt wel, want er zijn veel bands vanmorgen die dat vermeld hebben, Transit, waar jullie konden gaan optreden, waar die kon gaan repeteren. Dus voor alle bands die aan het luisteren zouden zijn en die eigenlijk ook nog zoeken naar een oplossing voor te kunnen repeteren, Transit is the place to be. Super georganiseerd. Ja. Ja, dus daar zijn ze klaar om jullie met beide open armen te ontvangen. Waarvoor onze dank. Ja. Ja. Credit where it's due, zeggen we dan. Ja. We hadden hier daarnet ook Blaine aan de lijn. Of toch Wouter Lips, de gitarist van Blaine. En die zei dat het geluidloos muziek was. Was dat bij jullie ook zo? Geluidloos repeteren? Met de koptelefoon zo? Ah, nee. Bij ons was het... Full. Ja, inderdaad. We hadden zelf een geluidsman of vrouw. Die ons heel goed begeleidde en de monitors goed zette. Dus op dat vlak, we hebben eigenlijk... Ja, niets tekort gehad voor onze... Een luxe positie, ja. Oké, en ja, we hebben hier nog een nummer van jullie klaarstaan. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Is het Vitamin W of Vitamin W? Of... Vitamin W, ja. Oké, en waarover gaat het? Vitamin W, dus Vitamin W, is eigenlijk... Als we dan toch fictieve wetenschappelijke dingen aan het uitvinden zijn... is een fictieve vitamine die dat je eigenlijk nodig hebt op het moment dat je een beetje... met wat spanning voelt en dat wij je in goede muziek, in uitgaan, in vriendschap, in een pintje drinken. En daarover gaat het eigenlijk, wat dat perfect eigenlijk toepasselijk is voor de situatie waar we nu zitten. Want ik denk dat iedereen wel een beetje vitamine W nodig heeft. Ja, ja. En over pintjes drinken gesproken. We hebben hier nog een cocktail staan. Als je wil, rietjes genoeg. Mag je even proeven straks. Ja. Als je daar zin in hebt. Ik weet niet meer, hoe was de naam weer? Oh. Lazy Cheeks, Monkey, bla bla. Ja, iets met heel veel drank en frambozen. Ja. Ja, de eerste is bijna uit, luisteraars. De tweede, daar ben ik nog niet aan begonnen. Het is toch iets moeilijker om twee cocktails in 3 uur te drinken voor mij. Dus bij deze mag iedereen komen meehelpen om cocktail 2 te proeven. Oké. We gaan dat zeker een keer proeven. Misschien, maar niet te veel dat we vanavond nog kunnen... En wat is de bedoeling? Gewoon proeven eigenlijk. Je mag doen wat je wil. Je mag hem eigenlijk ook uitdrinken. Met vodka en met violet siroop en met grenadine en met limoensap, munt en framboosjes erin gemixt. Ja, gebrouwen door de studenten van de Gouden Aap of toch de eigenaars van de Gouden Aap. Ook dat nog even vermelden. Ja. Het is wel kort terrasjes weer in mensen, dus misschien gaat het daar al wat drukker beginnen worden. Want de zon is hier echt doorgebroken. Dat is tof. Ja, en dan gaan we nu even luisteren naar Vitamin W van Anzium. We'll be right back.